De tafel van vier volgens wiswijs. 1 keer 4, dat is 4. Nu gaan we een stapje naar beneden en dat betekent verdubbelen. 2 keer 4 wordt dus 8. We gaan weer een stapje naar beneden. We willen weten wat 4 keer 4 is. 2 keer 4 was 8. 4 keer 4 wordt dus 8 daarbij 8. En dat is 16. We gaan een stapje naar beneden. Alweer verdubbelen. 4 keer 4 is 16. 8 keer 4 wordt dus het dubbele van 16. En dat is 32. We gaan naar 3 keer 4. 4 keer 4 is 16. 1 stapje terug, dus 4 eraf. 16 eraf 4. En dat is 12. We gaan een stapje naar beneden. En dat betekent verdubbelen. 3 keer 4 is 12. Dus 6 keer 4 wordt 12 erbij 12. En dat is 24. Nu gaan we 1 stapje schuin naar beneden. Dat betekent 4 erbij. 24 erbij 4, dat is 28. We gaan naar 5 keer 4. 4 keer 4 is 16. 1 stapje erbij, dus 4 erbij. 16 erbij 4, en dat is 20. Nu gaan we een stapje naar beneden, verdubbelen. 5 keer 4 is 20. Dus 10 keer 4 wordt 20 erbij 20 en dat is 40. De laatste stap, wat is 9 keer 4? 10 keer 4 is 40. De tafel van 4, dus 4 eraf bij 1 stapje terug. 40 eraf 4 is 36.